Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig hoge wolken boven Nederland te vinden, maar er is wel lage bewolking aanwezig en dat zien we vanochtend wel. Met in het noordoosten van het land af en toe wat lichte regen of motregen, maar op veel plaatsen blijft het vanochtend droog. En is het met 13 tot 14 graden vrij zacht. Ook vanmiddag is het eerst droog, het wordt super zacht met 15 tot 18 graden. In de loop van de dag gaat het van het zuidwesten uit regenen. En daarbij waait het flink vanuit het zuidwesten windkracht 3 tot 5. Vanavond breidt de regen zich over de rest van het land uit en de temperatuur blijft aan de hoge kant met 14 tot 16 graden. En morgen hebben we ook nog met superzachte lucht te maken. 15 tot 19 graden wordt het, maar het is wel bewolkt en regenachtig en het waait flink vanuit het zuidwesten, mogelijk zelfs windkracht 6 aan zee. Op zondag ziet het er beter uit, het blijft droog en de zon schijnt met name in het oosten van het land geregeld en het blijft vrij zacht met 15 tot 18 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. Maar maandag en dinsdag waait het weer flink vanuit het zuidwesten, windkracht 6 aan zee. Het is overwegend bewolkt en af en toe regent het. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.